probeer alles nice te doen. En dan zag YouTube van, kijk, Ace it. Kijk. Bah! Dan leg ik daar, hè. Dan leg ik daar op de grond. Ah, fuck. Ik weet niet hoe ik deze video moet beginnen, want de eerste woorden die je zegt in je video bepalen of je video gemonetized wordt of niet. Please don't demonetize this. Er is een video aan iedereen die geïnteresseerd is in waarom YouTube fucked is. Als dit jou niks boeit. Weet jullie nog toen YouTube een leuke plek was en zo, toen alles chill was? Ik bedoel, dat is nu nog altijd zo, maar. Weet jullie nog toen Job en Armo op elkaar aan het slaan waren en ik en Ryan zo allemaal beef-videos maakten, dat allemaal ruzie was en shit, dat alles chill was. En dat je gelijk welke video kon maken dat je wel. Dat je je zus kon gebruiken voor views, dat je haar kont in de video kon steken en zo. Dat je er veel views mee krijgt. Dat je je vriendin half kon uitkleden. En je video's dat daar views mee kon krijgen. Snap je? Waar is al die shit? Waar zijn al die YouTubers die dingen doen? Zijn waar? Nee, ze zijn er nog altijd. Snap je, man? Het gaat gewoon niet meer. Waarom doet niemand die dingen meer? Omdat er geen nut heeft. Die video gaat misschien wel views krijgen als shit. Maar YouTube neukt je fucking hard als die dingen doen. Ik ga jullie een leuk verhaal vertellen vandaag. Ik ga jullie geen lesjes spelen of zo. Ik ga iets vertellen. Waarom YouTube fucked is. Waarom zoveel mensen ineens niet meer uploaden. Waarom sommige mensen soms nog eens uploaden. Waarom mensen fucking veel campagnes doen. Simpel, het is heel simpel. Vroeger waren er zo YouTubers, snap je, de oude kern, de echte YouTube gods. Die uploaden niet zoveel, misschien één video per week. Want dagelijks video's uploaden, dat was not done, snap je? Niemand uploadde elke dag een video, zo misschien één keer per week of twee keer per week. Je verdiende niet zoveel geld met YouTube. Ik weet niet eens of je veel geld kon verdienen met YouTube, dat zat er niet echt in. YouTube was puur een pure hobby. Dat was het enige wat je ermee kon doen. En toen werd YouTube bekender en kon je geld verdienen met YouTube. En vanaf dat je geld kan verdienen met iets, willen mensen natuurlijk meer geld verdienen. En toen kwam dagelijks uploaden. Niet denken dat mensen dagelijks uploaden omdat ze echt dachten van, yo, ik ga elke fucking dag een video uploaden. Nee, snap je? Mensen zagen dat je geld kon verdienen met YouTube. En dan kan je van YouTube je job maken. En dan ben je verplicht om elke dag een video te uploaden. En dan zeg je één keer per week een video uploaden. En dan gewoon een campagne doen. Maar snap je, campagnes en zo, dat is nog allemaal ver weg van rijk zit. Dagelijks uploaden was dan gewoon de enige optie om veel geld te verdienen. Maar was nog altijd bijna niks. Maar snap je? Je verdiende wel gewoon mooi geld en je kon rondkomen. Dus we're a social influencer. En dan verdien je geld met AdSense. En dan was je gewoon een YouTuber. We zijn mensen. We hebben nooit fucking genoeg. We kunnen nooit genoeg nemen, mate. We moeten altijd meer hebben, snap je? Als je mooi geld verdient, mensen willen meer. Als je stabiel leven hebt, mensen willen veel meer. Als je 3 cookies hebt, mensen willen fucking alles. Zo zitten wij in elkaar, snap je? Dat is hoe we zijn. We hebben iets en we hebben genoeg, maar we willen meer. Als je in bad legt en je bad is lekker warm en je hebt genoeg water, wil je dat je water warmer is en daar meer water in zit, want dat is eigenlijk echt niet nodig. Dat was bij YouTube ook zo, snap je? Dat was bij mij ook zo, dat is bij iedereen zo. Je wil altijd meer. Op een bepaald moment, als alles gepakt is, dan is alles gepakt en daar zijn we nu. Elke YouTuber upload elke dag. Misschien zelf meerdere keren per dag. Bijna alle YouTubers doen alles om die views te krijgen. Dat is waar YouTube gekelderd is. Laten we beginnen bij het eerste puntje. Vine YouTubers. Jullie kennen de app Vine waarschijnlijk allemaal wel. Vine was heel leuk. Zo'n 7 seconden video's, er waren hele leuke filmpjes. Toen Vine geshutdowned werd, moesten alle Vine YouTubers natuurlijk iets anders doen. En er was één plek waar iedereen naartoe ging. Dat was YouTube, snap je? Iedereen ging gewoon naar fucking YouTube. Dat was gewoon zo YouTube die zei van, yo, kom naar hier. Snap je? Hetzelfde als België met immigranten en zo. Yo, kom gewoon naar hier. Snap je? Bij ons is alles easy. Al die Viners gingen naar YouTube en... Ja. Kijk, vanaf daar. Dit was YouTube voordat er zo allemaal shit gebeurde met Vine. Dit is YouTube nu. Snap je? Hier zijn we nu. En ik zie geen stijging. Ik zie alleen maar... Welke YouTubers hebben we nu? Jullie favoriete YouTubers. Logan Paul. Jake Paul. En Landstuur. En nog fucking veel andere mensen, maar dit zijn gewoon de 3 headliners. Toen deze 3 boys op YouTube kwamen, is heel de fucking game gechanged. Zij kwamen met een ingesteldheid van Vine naar YouTube. En dat was een denkwijze die op YouTube nog niet bestond. Snap je, Viners maakten 7 seconden video's. En je had 7 seconden om mensen gewoon naar je video te laten kijken. Dus je moest die 7 seconden echt optimaal gebruiken. Als zij op YouTube kwamen, ja, dan hadden ze geen 7 seconden meer. Dat is gek. Snap je wat zij hebben gedaan? Dat is mentaal. Ik wil niet zeggen, zij hebben YouTube verneukt. Maar zij hebben YouTube gebruikt op een manier dat... Fuck! Ja. Len Stewart is ondertussen de clickbait king van YouTube geworden. Hij leeft op clickbait. Zijn channel groeit elke dag fucking veel omdat hij de clickbait king is. Hij wordt zo aangevallen door demonen en zo. En zijn vriendin wordt verkracht en shit. Daarmee is hij ook een van de snelst groeiende YouTubers omdat hij zo clickbait misbruikt. En ja, YouTube doet daar geen fuck aan. Jake Paul en Logan Paul zijn de 2 fucking batterijtjes van YouTube. Ik weet niet waar zij al die energie halen. Misschien sluiven ze elke dag coke of zo. I don't fucking know. Maar wat zij hebben gedaan, dat is ook wel mentaal. Waarschijnlijk kijken veel van jullie wel naar Jake en Logan Paul. Kijk, ik ga dat niet afkeuren. Ze zijn niet slecht.
echt, dat snap ik ook. Ze horen niet thuis op YouTube, what the fuck. Ik bedoel, hun social media platform is gewoon weggevaagd. Dus ik snap wel dat ze naar hier gekomen zijn. Ik bedoel, waarschijnlijk hebben ze ook geen diploma en zo. Vanaf dit moment ging YouTube gewoon, dan ben je in het begin zo nog alles stabiel, maar vooral meer. En op een bepaald moment verdienden, wij gewoon geen geld meer. Zo begin dit jaar, zo rond januari, was het zo meer en meer daar gewoon video's zo gewoon geen geld meer verdienden. Dat je geen geld meer verdiende op YouTube en je kon niks zien. Er was geen rijden, je verdiende gewoon geen geld op YouTube. Ik bedoel, wij doen het ook gewoon voor ons plezier, maar tegelijkertijd ook geld nodig, snap ik. We need money. De hele wereld draait om geld. Maar YouTube gaf daar geen verklaring voor. Ze zeiden gewoon, systeemfout. Toen was al die shit met PewDiePie en ik weet niet of jullie dat gevolgd hebben, dat ga ik niet uitleggen. Hij zo mensen met dat bordje waarop ze het kill all Jews en zo. Toen is Wall Street Journal ook op YouTube gesprongen en toen was het ook, toen nog meer explosie, snap je? Ik ga niks blijven op PewDiePie. Ik heb zijn merch aan en shit, what the fuck. Daar heeft PewDiePie zelf ook al toegegeven. Toen is het gewoon nog eens naar beneden gegaan. Als je al zo naar beneden gaat, dan kan je niet nog meer naar beneden, maar is wel gebeurd. Snap je, YouTube is gewoon teruggegaan en shit. Toen begon de bekende Ad Apocalypse. Subscribe to Keemstar. Subscribe to Keemstar. En toen was het echt fucked. In het begin zeiden ook alle YouTubers hier iets van. Bedoel, ik heb hierover ook een video gemaakt lang geleden. Toen begon alles fucked op te gaan. Maar snap je, je denkt altijd als iets fucked is dat tijdelijk is. Dat het niet lang gaat duren, dat YouTube die shit wel gaat fixen. We zijn een jaar later nu. Het is nog fucked op. Als er een crisis bestaat in YouTube-land, dan is dit het. Dit is de fucking crisis. Dit is, elke YouTuber is fucked. En alleen de harde YouTubers kunnen doorgaan. Want, ja, fuck. Toen verdiende niemand nog geld met video's. En toen moest iedereen campagnes maken. Behalve de harde kern die geen campagnes maakte. En die zijn nu fucking broke. Zo ging het dan even door. En iedereen had door van fuck. We kunnen echt geen fuck meer doen. We kunnen geen content meer in de titel zetten. We kunnen geen content meer in thumbnails zetten. We kunnen geen titel meer tonen. We kunnen niks meer doen. Maar YouTube fuckt ons hard. Maar snap je, met campagnes heb je altijd veel meer geld verdiend met YouTube. Dus het was eigenlijk wel draaglijk voor die YouTubers. Want dan upload je gewoon één video per week. En dan deed je gewoon elke week één campagne. En ik bedoel, dan had je meer geld dan vroeger. Dus er was niet echt een probleem. De YouTubers die wel gewoon leefden van YouTube en YouTube gewoon mooi gebruikten, ja, die werden hard genukt door YouTube. Die werden echt gewoon, snap je? Echt hard genukt. Gewoon, ja, hard. Zonder vaseline, snap je? Gewoon erin, gewoon droog in de kakker. Fuck it. En toen kwam YouTube met een nieuwe geweldige update die alles ging redden. Ja. Dit was de volledige ondergang van alles. Als je geen YouTuber bent, dan heb je dit tekentje waarschijnlijk nog nooit gezien in heel je leven. Dit is de nachtmerrie van iedereen. Dit tekentje. Yo, je kan je strop al klaarmaken en je ophangen, denk ik. Als je dit ziet, dan weet je dat al je werk van de video gewoon, ja, fuck this! Heb ik elke dag. Maar oké. Ik leef nog, ik heb mezelf nog niet opgehangen. Dit tekentje betekent demonetized. Woord heb ik al heel veel gebruikt in mijn laatste video's en nu is het tijd om dat eens uit te leggen. Als ik een video upload, dan krijg ik daar advertenties op. Ik ga straks uitleggen waarom 10 minuten zo belangrijk is, maar eerst dit. Als ik een video upload, dan krijg ik daar advertenties op. 1 jaar geleden was het normale CPM, dus dat is hoeveel geld je kreeg met views, 1 euro per 1000 views. Neem dan dat jij 1 miljoen views had, dan had jij 1000 euro. Ongeveer. Snap je? De video lengte doet er ook toe aan hoe lang mensen naar je video kijken en zo. Neem nu gewoon als algemeen 1 euro was 1000 views. Dat was nice. Dat was stabiel. Je kon daar deftig geld mee verdienen. Dat was nice. Als je dit tekentje ziet nu, dan is jouw CPM 0 op 1000 views. En ook 0 op 1 miljoen. Oké, misschien wel like 10 cent of zo op 1 miljoen. Dit tekentje betekent niks. Dus YouTube dacht, fuck it, we gaan nog een update gooien. Waar je dan zelf kon kiezen of je video kindvriendelijk was of niet. En dan kan je klikken op iets en dan wordt je aanvraag ingediend. En dan checkt YouTube of jouw video, ja, kindvriendelijk is of niet. En weet je wat fucked up is aan hun systeem? Dat je er fucking niks aan hebt. Nu komt de theorie, hè. Ik upload een video, ik zet die op verborgen en ik krijg dit hele leuke tekentje. Haha, demonetized, yes! Dan denk ik dus van, ik heb niks verkeerd gedaan in die video. Ik heb geen piemels getoond, ik heb geen konten getoond, ik heb geen seks getoond. Ik schaal niet heel de video door met elke ziekte. Ik doe geen fucked up shit, ik word niet verkracht door demonen. Niks verkeerd met mijn video's. Dus ik ga aanvraag indienen. Weet je hoe lang het duurt om die aanvraag in te dienen? 4 dagen! Dus na 4 dagen krijg ik dan elke keer een mail van YouTube. Je video is goedgekeurd. Die mail krijg ik elke keer na 4 dagen. Mijn video staat al 4 dagen online. Na 4 dagen krijg ik mijn video amper views. Want dan heb ik al 4 andere video's geüpload die wel gedemonetized zijn. Dus na 4 dagen krijg ik advertenties op mijn video van 4 dagen geleden. Daar heb ik toch niks aan. Dan verdien ik nog altijd niks. Dus was dat
gaat YouTube dan je moet vooruitwerken. Snap je? Je moet een video uploaden en je moet die dan 4 dagen laten staan en wachten tot hij gemonetized krijgt. Dat kan ook niet. Ze beoordelen pas een video vanaf de 10.000 views heeft. Dus wat kan je doen? Niks. Ik bedoel, een update is nutteloos. Dus channels die gebouwd zijn rond seksuele content, misleiding, clickbait, concentrate bijvoorbeeld. Minute binnen een maand, upload concentrate niet meer. Tenzij dat zij gekke sponsors vinden en zo, maar concentrate heeft geen fucking advertenties meer. YouTubers die leven op clickbait en zo, die zijn volledig genaaid. Dat is goed. Maar ik bedoel, alle andere YouTubers zijn ook gefokt. Behalve YouTubers die dan echt heel kindvriendelijk zijn, of YouTubers die make-up filmpjes maken en zo. Maar een normale YouTuber die... Echt een fucked up systeem. Van de 10 minuten mark. Ik zie mensen altijd reageren onder mijn video's. Net de 10 minuten. Jee, goed geld. Nee, 3 van de 4 keer niet. Als ik een 10 minuten video maak en alle andere YouTubers ook. Als je een 10 minuten video maakt, dan verdien je gewoon meer geld. Dat is het punt. Maar als je video gedemonetized is, dan heb je nog altijd niks. Snap je? 2 keer 0 is nog altijd 0. Waarom maken we dan die 10 minuten video's? Nou, we op voorhand niet weten dat onze video gedemonetized gaat worden. Dus we kunnen alleen maar hopen dat het dan goed wordt. En dat we dan een 10 minuten video maken. Ik doe er niet altijd om, snap je? Ik verlang mijn video niet. Soms wel, als het zo echt 4 seconden is, maar dat, snap je? Als ik fucking veel geld zou verdienen, dan zou me dat ook niet rekken, maar... Dan heb je natuurlijk YouTubers die het extreem doen en die je video van 4 minuten verlengen tot de 10 met 6 minuten zwart beeld en zo. En ja, die YouTubers zijn er echt wel. Dat is fucked up. Dat heb ik nog nooit gedaan, dat ga ik ook nooit doen. Dus die YouTuber die een 10 minuten video maakt of die zo net de 10 minuten en 4 seconden heeft, hij is niet gelijk een geldwolf. Soms wil hij het gewoon proberen, maar snap je, als je dan die 10 minuten haalt, hij hebt ze gehaald, maar je uploadt je video en je ziet dat hij gedemonetized is, ja, dan heb je niks aan je 10 minuten. Dat je zo goed de 1 minuut video kunnen uploaden. Doe je toch niks. Hoe verdienen de meeste YouTubers nu gewoon geld? Campagnes. Dat is het hele punt. Met een campagne verdien je veel meer geld dan met video's. Met 1 campagne pak je meer geld dan je helemaal video's maakt. Schiet af 2 maanden. Maar Acid, waarom doe je die shit dan niet? Ik fok commerciële bullshit. Ik fok daar gewoon niet mee. Ik zie comments van mensen, doe dat gewoon een campagne. Nee, ik ga dat niet doen. Dat is hetzelfde als een kind verkrachten, snap je? Ik kan dat niet doen. Ik kan mijn YouTube gewoon niet neuken. Ik zie mijn YouTube ding ook niet als een geldschaap. Die je kan kapot neuken voor geld. Ik moet die goed verzorgen. Die moet een mooie vacht hebben, leuke kleren. Ik ga die niet... opfokken om er geld uit te krijgen. En ik hoop gewoon dat YouTube shit fixt. Dat normale YouTubers ook gewoon weer mooi geld kunnen pakken met video's. Ik weet niet hoe ze dat gaan fixen. Ik bedoel, what the fuck. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Dat ze het volledig gaan opfokken. En dat ik ga moeten uploaden op Dailymotion. Ik weet niet of er mensen van jullie zijn die Dailymotion kennen. Maar... die site is echt fucked up. Dus wat is de toekomst van elke YouTuber? Ja. Ga altijd voor je dromen. En blijf gaan. En geef nooit op. En ik hoop dat op een dag dat ik... Snap je dat YouTube zegt van... Hey, shit. Kijk, we waarderen je. We waarderen je dat je elke dag uploadt. We waarderen je dat elke video gedemonetized wordt, maar dat je niet opgeeft. We waarderen je dat je al fucking lang geen geld verdient met YouTube, maar dat je toch blijft gaan. We waarderen je door al je fucking subs te verwijderen. Kijk, maar fuck! Ik probeer alles nice te doen. En dan zegt YouTube van... kijk, hey, shit. Kijk. Bah! Dan leg ik daar, hè. Dan leg ik daar op de grond. Ah, weet je hoe ik me voel? Ik heb fucking veel geleerd voor een wiskunde-examen, maar echt fucking veel. En ik kom toe op dat examen en ik krijg het en... what the fuck? Ik herken gewoon niks. Zo voel ik mij. Al 2 maanden. En ik ga niet eens naar school. Bedankt om te kijken naar deze video. Het was iets anders. Waarschijnlijk boeit deze video heel veel mensen niks. Maar ik heb het toch even verteld. Thanks for watching, guys. See you guys in the next video. Dit was ook even gewoon zo'n zeik video, snap je? Dit was even zoiets dat ik moest. Thanks for watching. Like en subscribe. And don't forget to come back to my channel.